Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, luisteraars of zij die met ons meekijken, van harte welkom bij deze eredienst van de CGKV in Den Helder. Deze dienst vindt plaats in de Morgenster en is online. Voorganger is dominee Bos, onze eigen predikant. Ouderling van dienst, broeder Albert Post, dat ben ik. Er zijn twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor kerk en eredienst. De tweede collecte is bestemd voor het gebouwenfonds. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat Margaretha Lutien, Marlute, van Dam en Prabhakara Rao Atluri van plan zijn te trouwen. Zij willen een huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal dit zo de Heere wil gebeuren in een eredienst op zaterdag 6 maart dit jaar. Ook het burgerlijke huwelijk vindt plaats in het kerkgebouw de Morgenster. Het begint om 2:00 middags en daarna volgt de kerkdienst. De laatste mededeling is over de 40 dagen kalender. De Amsterdagers hebben de afgelopen week, de kalender verspreid. Mocht u er nog geen in ontvangen hebben, kunt u dat melden aan uw wijkouderling. En als u nog mee wilt doen aan de appgroep, dan kunt u een 06-nummer doorgeven aan uw wijkouderling. En hij zal zorgen dat u wordt opgenomen in de groep. Van harte bij u aanbevolen. De kerkraad wenst u hier en thuis een rijk gezegende dienst toe. Goedemorgen, broeders en zusters. We gaan luisteren naar het aanvangslied Met open armen, een lied van Schrijvers voor Gerechtigheid. Hier in de kerk, maar ook thuis, maken we ruimte in de drukte en in de hectiek van ons leven, van het bestaan. Is er nu ruimte om bij de Heer, om bij God te komen. En Hij wil ons met open armen ontvangen. Laten we luisteren naar het lied. Als je honger hebt of dorst, hier
Een moment van stilte helpt ons om ons op de Heer te richten. We zijn hier voor zijn aangezicht. We blijden dat we van hem afhankelijk zijn met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Amen. We zingen opwekking 70. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Opwekking 70, het eerste en het tweede vers. En zometeen na de lezing van Gods woord zingen we ook vers 3 en vers 4. God is met zijn volk onderweg, door de tijden heen, door de eeuwen heen. Hij spreekt, wij luisteren naar zijn stem en we volgen hem. Ook vandaag is God met ons op weg naar zijn nieuwe wereld. Laten we luisteren naar zijn woord. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.
Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zin niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Tot zover het woord van God. Laten we in gebed tot God gaan. Ik ga u voor in gebed. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U komt heel dicht bij ons, in uw eigen Zoon. We kunnen het gevoel hebben dat u heel ver weg bent. We kunnen ons soms ook heel alleen en eenzaam voelen. We vragen ons af, waar is God? Kijkt u nog om naar deze wereld? Maar dan spreekt u ons aan in Christus en bent u heel dichtbij ons. Uw eigen Zoon is een mens geworden, heeft op aarde geleefd, een mens zoals wij. En Hij was vol van genade en vol van goedheid. Als Hij sprak, dan moest je wel naar Hem luisteren. En al de wonderen, al de daden die Hij gedaan heeft, tot op de dag van vandaag spreken we er nog steeds over. U geeft ons, Heer, verlossing en bevrijding door Zijn bloed. Hij die trouw was tot het uiterste, die zijn leven heeft gegeven voor ons allen, zijn bloed. Hij die volkomen op u gericht was en naar u luisterde, gehoorzaam tot in de dood. En zo spreekt u ons aan. U roept ons mensen in uw heerlijkheid. We mogen leven om Jezus wil in eeuwigheid. En dat leven mag nu al beginnen. We danken u voor uw goedheid. En we erkennen dat we van onszelf zo traag zijn. Zo vaak merken we het niet op, zien we het niet, horen we uw stem niet en voelen we ons verloren in deze wereld. Maar toch ook, Heer, we beginnen met een loflied. Soms aarzelend, soms gebroken, maar we beginnen te zingen. We zien iets van uw liefde, uw trouw,
van uw eeuwige heerlijkheid, van uw vriendelijke ogen. Zou het dan toch waar zijn dat u met mensen bewogen bent en dat u met ons op weg bent naar uw nieuwe wereld? Een lach mag doorbreken op ons gezicht. We prijzen uw naam. Inderdaad, daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Het begint in stilte. Soms voelen we ons alleen, maar samen met broeders en zusters mogen we zingen voor u. Prijzend uw liefde heffen wij het aan. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. Amen. Laten we luisteren naar de schriftlezing voor vanmorgen uit de brief aan de Hebreeën. Uit hoofdstuk 11, de versen 8 tot en met 16. En daarna verder vanaf vers 39. Dan lezen we ook nog een paar versen uit hoofdstuk 12. Het eindigt ermee dat we de blik gericht moeten houden op de Heer Jezus. Houd je blik gericht op Hem, kijk naar Hem, dan kun je het volhouden. En daarover gaat ook het lied dat we aansluitend zingen. Turn your eyes upon Jesus. Broeder Herman Montsuur zal voor ons lezen. We lezen Hebreeën 11 vanaf vers 8. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan. Ontelbaar als zandkorrels op een strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. En door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhalsend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hun een stad gereed gemaakt. En we slaan dan een aantal versen over waar nog andere voorbeelden worden genoemd als uitmuntend voorbeeld van mensen die vertrouwen op God terwijl ze slechts hebben getast. En gaan we verder in vers 39. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarom de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Straks na de preek zingen we van Psalm 19, het vierde vers. De dienst van God de Heer verheugt het hart steeds meer. Psalm 19, vers 4 als amenlied na de preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus, ik wil vanmorgen twee dingen tegen u en tegen jou zeggen. Eerst een bemoediging. Je bent niet alleen. Dat kun je soms denken, dat je er alleen voor staat. Je kunt je soms ook alleen voelen. Maar je bent niet alleen. En je staat er niet alleen voor. Dat is het eerste punt, een bemoediging voor u en voor jou. Daarna een aanmoediging om vol te houden. Dus eerst wil ik je bemoedigen en daarna ook aanmoedigen. In de tekst staat, laten wij de blik gericht houden op Jezus. Je kunt ook zeggen, blijf gefocust. Zoals een trainer dat kan zeggen tegen zijn team. Blijf gefocust, laat je niet afleiden. Laat je niet gek maken door de tegenstander, maar ook niet door je eigen emoties. Alleen als we op het spel zelf gericht blijven, dan kunnen we de winst binnenhalen. Dat is het tweede punt, een aanmoediging om vol te houden en om gefocust te blijven. Laten we beginnen. Een heel bijzonder verhaal over Abraham en over al die andere gelovigen. Ze krijgen een belofte. God zegt, ik geef jullie iets moois. Vertrouw op mij. Maar tijdens hun leven op aarde krijgen ze niet wat God hun belooft. Die belofte gaat voorlopig niet in vervulling. Al die mensen moeten op God vertrouwen. Maar ze zien al die woorden van God geen werkelijkheid worden. Abraham is een duidelijk voorbeeld. God zegt, vertrouw op mij. En ga op weg naar het land dat ik jou zal wijzen. Ik zal jou dat land geven. En ik zal je tot een groot volk maken. En Abraham luistert naar die stem en hij gaat op reis. En hij komt in het land dat God hem aanwijst. Maar dat land wordt nooit van hem. Hij leeft er als een vreemdeling. Op het eind kan hij een heel klein stukje van dat land kopen. Een eigen graf voor Sara, zijn vrouw. Dat is alles wat hij van het land bezit, een eigen begraafplaats. Het is niet erg hoopvol. De andere belofte is dat er uit Abraham een groot volk zal ontstaan. En Abraham die luistert weer naar die woorden van God. Maar hij ziet er niet veel van. Hij moet heel lang wachten op een eigen kind. Een kind van hem en Sara. En als hij dan eindelijk een kind krijgt van God, dan moet hij het ook weer afstaan. Nee, Abraham ziet er niet veel van dat grote volk. In het gedeelte dat we gelezen hebben, horen we een goede samenvatting. Abraham en al die anderen zijn in geloof gestorven. Aan het eind van hun leven is er nog niet veel te zien van die mooie woorden van God. Aan het eind van hun leven moeten ze het nog steeds geloven. Ze zien al die mooie woorden geen werkelijkheid worden. Ze hebben, staat er, ze hebben er alleen een glimp van opgevangen.
En dat is precies hoe het is. Een klein stukje land voor een eigen graf. En na heel lang wachten toch nog een eigen kind. Dat is het. Daar moet Abraham het mee doen. En dat geldt ook voor al die andere gelovigen. Ze zijn in geloof gestorven. Dat betekent, aan het eind van hun leven op aarde moeten ze het nog steeds geloven. Het enige wat je kunt doen is vertrouwen op een God die mooie dingen zegt. Intussen vang je alleen af en toe een glimp op van de toekomst. Af en toe denk je heel even, zou het dan toch waar zijn? Zou alles toch goed komen? Een glimp van de toekomst, net genoeg om het vol te houden. Net genoeg om te blijven luisteren naar die mooie woorden van God. In Hebreeën 11 vind je een hele lijst van dit soort gelovigen. Het zijn mensen die te goed zijn voor deze wereld. Dat staat er letterlijk in vers 38. Ze waren te goed voor deze wereld. Met andere woorden, je kunt ze voor gek verklaren. Wie blijft er nou luisteren naar die mooie woorden van God als je daar niets van terugziet? En zelfs op het eind van je leven moet je het nog steeds geloven. En je zou toch zeggen, op het eind van je leven, dan moet het wel zo ongeveer gebeurd zijn. Dan moet je uit het leven gehaald hebben wat erin zit. Als je leven dan nog niet voltooid is, dan ben je eigenlijk een enorme loser. Hebreeën 11 geeft een hele lijst met zulke gelovigen. Mensen die te goed zijn voor deze wereld. En je kunt die lijst ook nog gemakkelijk aanvullen met heel veel namen uit de kerkgeschiedenis. Op een bijzondere manier blijft het toch maar doorgaan. Mensen die luisteren naar een God die hun iets moois voorspiegelt. Mensen die een voorbeeld zijn van geloof en van vertrouwen op God. Maar wat koop je daarvoor? En als we dan verder lezen in vers 39, dan staat er: al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Ze hebben er hooguit een glimp van opgevangen. Net genoeg om het vol te houden. Tenminste, voor hen was het genoeg. Maar wat moeten wij ermee? Kijk, en dan, ja, dan moet je verder lezen in vers 40. Al deze mensen die om hun geloof geprezen worden, hebben er maar weinig van gezien. Waarom? Omdat God voor ons iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Niet zonder ons. Met andere woorden, al die gelovigen van vroeger moeten maar even wachten. God laat hen wachten. Gaan jullie maar even in de wachtkamer zitten. God denkt aan ons. Aan jou en aan mij en aan nog veel meer mensen. Hij wil niet zonder ons aan de toekomst beginnen. Luister daar goed naar, want dit is een bemoediging voor u en voor jou. God denkt aan je. Hij heeft hart voor jou. God zegt niet, het is wel genoeg zo, en laten we het hoofdstuk van die oude wereld sluiten en laten we aan de nieuwe wereld beginnen. God wil nog wel even wachten. Hij heeft nog geduld, omdat hij ook aan ons denkt. En aan al die mensen die zijn schepselen zijn. Als je goed luistert, dan merk je dat God aan je denkt. Dat hij je niet vergeten is. Dat hij op jou wil wachten. Misschien denk je dat je er alleen voor staat. Misschien voel je je alleen. Maar dat is niet zo. God wil niet zonder ons aan zijn nieuwe wereld beginnen. Ja, soms denk je dat je er alleen voor staat, dat er geen hulp is. Soms kun je je inderdaad ontzettend alleen voelen.
Maar kijk dan ook even naar al die gelovigen in de wachtkamer. En lees maar verder in hoofdstuk 12. Al die gelovigen van vroeger. Het is een enorme menigte. We kennen een paar namen uit de Bijbel. We kennen een paar namen uit de kerkgeschiedenis. Maar er zijn er nog veel meer. En al die gelovigen die kijken mee naar wat er nu gebeurt. En wij zijn omringd, staat er, door een menigte van gelovigen die hetzelfde hebben meegemaakt. Die vaak nog veel meer hebben doorstaan dan wij. De oude vertaling heeft het over een wolk van getuigen om ons heen. Het zijn een soort van supporters die ons aanmoedigen. Zij willen dat wij het ook volhouden. Ze willen straks samen met ons feest vieren en blij zijn. En je staat er niet alleen voor. Je bent niet alleen. Jij zit alleen in je huis. Alleen in je kamer. En je voelt je afgesloten van anderen. Beperkende maatregelen. Je hebt behoefte aan een echte ontmoeting met een ander mens. Je wilt met vrienden afspreken. Iemand die een arm om je heen slaat. En je kunt je ontzettend alleen voelen. En ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Maar je bent niet alleen. God wil niet zonder ons, niet zonder jou en mij aan zijn nieuwe wereld beginnen. Hij wil niet zonder ons aan het volmaakte beginnen. Een wolk van supporters om je heen. Je kunt hen niet zien, maar je bent toch niet alleen. En zo is het eigenlijk nog steeds in de kerk. We kunnen ook vandaag elkaar niet zo vaak zien, niet samen naar de kerk gaan en niet een praatje maken na de dienst. We kunnen niet zomaar op bezoek gaan bij elkaar, maar al die broers en al die zusters zijn er wel. Denk er even over na. Ze hebben allemaal diezelfde kalender gekregen. Als jij de Bijbeltekst voor vandaag leest, dan ben je niet alleen. Heel veel anderen doen het ook. In onze gemeente, in andere kerken. Weet je wel hoeveel mensen er vandaag luisteren naar die mooie woorden van God? Nee, je bent niet alleen. En het gaat niet zonder jou. Dat is het eerste. Een bemoediging. En laten we ook naar de aanmoediging luisteren. Het leven van een gelovige is inderdaad een soort wedstrijd. Dat staat er ook in Hebreeën 12. En tijdens de wedstrijd moet je gefocust blijven. Anders gaat het niet goed. Kijk maar naar een voetbalwedstrijd. En hoe vaak gebeurt het niet dat die jongens zich gek laten maken door de tegenstander. En ze worden boos, ze verliezen hun zelfbeheersing. De trainer die moet hen van het veld halen, want anders gaat het mis. En dan wordt het vechten, dan krijg je een rode kaart. Ja, als je te veel bezig bent met de tegenstander, dan gaat het niet goed. Een ander gevaar zijn ook je eigen emoties. En dat zie je ook. Dan zie je een groep jongens die de kopjes laten hangen. Nee, op die manier ga je de wedstrijd niet winnen. Nou, daar gaat het hier ook over. Het leven van een gelovige is inderdaad een soort wedstrijd. Je moet je niet laten hinderen door al die dingen om je heen. Je moet juist gefocust blijven. Laten we de blik gericht houden op Jezus. Dat is het allerbelangrijkste. Turn your eyes upon Jesus. En als we nog even teruggaan naar al die gelovigen van vroeger, dan zie je ook het patroon. Ze zijn allemaal in geloof gestorven. Ook aan het einde van hun leven komt het nog steeds aan op geloof. Je moet er maar op vertrouwen. In dit leven moet je luisteren naar die mooie woorden die God tegen je zegt. Ook als je er niet veel van ziet. Misschien af en toe mag je er een glimp van opvangen. Een teken dat het klopt. Dat het niet bij woorden blijft. En dat God doet wat hij zegt. Af en toe mag je daar iets van merken. Net genoeg om het vol te houden.
Dat patroon zie je terug in het leven van al die gelovigen. En dan zegt Hebreeën 12 tegen ons, laten we de blik gericht houden op Jezus. Want bij hem zie je het helemaal. Wat je bij al die gelovigen ziet, dat zie je bij Jezus nog veel duidelijker. Hij dacht aan de vreugde in de toekomst. En tijdens zijn leven op aarde denkt Jezus aan het feest dat eraan komt. Samen met al zijn broers en zusters zal hij feest vieren. En ook samen met al zijn voorvaders en voormoeders. En samen met zijn leerlingen. En ook samen met de leerlingen van zijn leerlingen. Hij denkt aan zijn bruiloft en hij verlangt naar zijn bruid. En Jezus als bruidegom en heel de kerk als zijn bruid. Daar kijkt Jezus verlangend naar uit tijdens zijn leven op aarde. Hij denkt aan de vreugde die voor hem ligt. De vreugde die voor hem in het verschiet ligt. En hij blijft gefocust. En zo kan hij het volhouden. Hij laat zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij houdt vol en hij krijgt de ereplaats aan de rechterhand van God. En bij Jezus zie je het helemaal. Je ziet iemand die luistert naar die mooie, die goede woorden van God. Iemand die geen moment twijfelt aan wat zijn Vader in de hemel zegt. En iemand die ook zonder te twijfelen alles doet wat zijn Vader van hem vraagt. Hij is zo volledig op God en op zijn woorden gericht. En hij laat zich ook door niets of niemand daarvan afbrengen. En zo brengt hij ons terug bij God. En hij draagt ons steeds op het hart als een hoge priester. Want daarover gaat het ook in Hebreeën. Jezus is onze hoge priester. En dat, broeders en zusters, jongens en meisjes, is de aanmoediging en de aansporing voor u en voor jou. Blijf luisteren naar die goede woorden van God. En in de 40 dagen tijd kunnen we ons daar weer in oefenen. Blijf luisteren. Blijf vertrouwen. Alles wat God tegen ons zegt, zijn goede woorden. Het zijn meer dan mooie woorden, want God doet wat hij zegt. Hij is te vertrouwen. En als je dan met zijn woorden bezig bent, dan moet je ook steeds bedenken, wat vraagt God van mij? Je moet zo luisteren dat je ook hoort wat er van jou gevraagd wordt. Daar moet je naar luisteren en dan moet je ook meteen doen wat God zegt. Zonder aarzelen, zonder te twijfelen. Ik kijk steeds naar Jezus. Turn your eyes upon Jesus. En laat je tegelijk supporten door al die gelovigen van vroeger en vandaag. We zijn samen op weg. Een menigte van gelovigen, van getuigen om ons heen. En het brandpunt, broeders en zusters, het brandpunt is de dienst aan God. De dienst van God de Heer verheugt het hart steeds meer. En duurt voor altijd, duurt in eeuwigheid. Mensen die zichzelf verliezen in het dienen van God. Kijk maar naar Jezus, jezelf verliezen in het dienen van God. En dan mag je ontdekken dat verlies verandert in winst. Je mag jezelf verliezen in het dienen van God, zoals Jezus deed. En dan zul je merken dat het geen verlies is. Daar word je blij van. En wie daarin zich verheugt, die vindt in dat woord van God, zijn vreugde. En zijn rijkdom en zijn beloning. Amen.
Laten we de Heer danken en hem bidden. Ik ga voor in gebed. Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. U spreekt vanaf het begin. U spreekt nog altijd verder. En ook wij mogen vandaag luisteren naar uw goede woorden. U belooft ons alles. U belooft ons een toekomst van vreugde en blijdschap. Een nieuwe wereld. U geeft ons uw eigen Zoon, Jezus Christus. En hij is vol van genade en van waarheid en vol van goedheid. Hij heeft zijn leerlingen onderwijs gegeven. Hij heeft ook laten zien wat het betekent om te leven naar uw wil, om te luisteren naar uw woorden, om gehoorzaam te zijn in alles. We mogen onze blik gericht houden op hem. Gefocust zijn op hem. Zo mogen ook wij het volhouden en de wedstrijd die dit leven is volbrengen. Zo mogen wij vandaag opnieuw luisteren naar uw woorden. Het klinkt hier bij ons. Het klinkt in ons land en in alle landen op deze aarde. U spreekt nog altijd voort. Want u wilt niet dat mensen verloren gaan. U wilt niet zonder ons. U bent bewogen met uw schepping en u bent ook trouw. We prijzen daarin uw grootheid, we prijzen daarin uw geduld, uw liefde voor mensen, uw mededogen ook. Heer, dat u op ons wilt wachten, wat is dat eigenlijk wonderlijk? U bent de grote en de almachtige God en u hebt ook niets van ons nodig. En toch wilt u niet zonder ons. Help ons, Heer, door de kracht van uw Heilige Geest om dat te bedenken als we ons alleen voelen, als we misschien denken dat we er alleen voor staan. Heer, wilt u dan met uw Heilige Geest in ons zijn en in ons werken? En houd ons aan u verbonden. Geef ons geloof in uw Zoon, Jezus Christus. En wilt u ons, samen met al die anderen, tot het volmaakte brengen? Zegent u de verkondiging van het evangelie over heel de aarde? Zegen ieder die geroepen is om dat woord te spreken? Wilt u daarvoor de kracht en de wijsheid geven? De helderheid, ook heldere woorden, overtuigende woorden ook. Heer, wilt u met heel uw kerk zijn? En wilt u ons bewaren? Ons ook beschermen tegen de vijand, tegen de boze? Wilt u ons ook bewaren voor onze eigen emoties? Heer, dat we ons niet laten overmannen door alles wat er op ons afkomt, maar dat we blijven luisteren en dat we blijven zien naar Jezus Christus, onze Heer. Heer, wilt u ons als gemeente hier in Den Helder en omstreken, wilt u ons bewaren. Houd ons aan elkaar verbonden. Dat we in geloof ook die eenheid en die verbondenheid mogen beleven. Mogen weten dat we samen op weg zijn. Ook in deze 40 dagen tijd, maak ons ontvankelijk voor uw woorden. Ook als we daar samen een hulpmiddel voor gebruiken, een kalender, zegen ons. We bidden voor de ouderlingen en de diakenen. Geef kracht om de gemeente voor te gaan. Om contact te houden met de gemeenteleden, ook in deze tijd. Heer, help ons om elkaar te zoeken en te vinden. Zo komen we tot u. We willen u danken voor uw grootheid. We mogen voor u zingen een loflied, samen met zoveel anderen. En we weten, Heer, dat het loflied nooit onderbroken zal worden. Maar dat er altijd een kerk zal zijn, dat er altijd mensen zullen zijn die voor u zullen zingen. Hoor ons dan en wees ons genadig. We bidden het in Jezus' naam. Amen.
Ik herinner u nog even aan de collecte. Thuis kunt u ook uw gaven overmaken, uw bijdrage geven. De Heer zegene u, hij zegene uw gaven. Aan het einde van de dienst willen we samen eerst nog ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we psalm 148. In de nieuwe psalmrijming is die hele psalm teruggebracht tot 3 versen. Het is heel mooi dat we dan op die manier de hele psalm kunnen zingen. Het gaat erover dat de hemel en ieder die in de hemel is God moet prijzen. Ook heel de aarde en alle bewoners. En ook wij, wij zullen de Heere prijzen, jongeren en ouderen, samen de lof zingen van God. Dat alles vinden we in psalm 148. Maar laten we eerst ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Ontvang de zegen van de Heer, ga in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.